Ja, ik ben Wilma de Boer, studentendecaan. En ik coördineer ook de topsportregeling. En wat houdt die topsportregeling precies in? Die houdt in dat studenten die op topniveau sport bedrijven een regeling kunnen aanvragen bij Saxion om de combinatie van sport en studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Zonder deze topsportregeling zou de combinatie heel moeilijk zijn en zou ik moeten kiezen tussen of mijn topsport of mijn school, terwijl ik eigenlijk allebei wil doen. En als je nou verliest in het weekend, houden de docenten een beetje rekening met je? Nee, dat zou ik zelf rekening mee moeten houden. Nou, studenten moeten aan een bepaald niveau voldoen en dat niveau dat staat in het reglement. En vervolgens gaat de student dan kijken of die aan die voorwaarden voldoet. En kan de student een aanvraag indienen bij mij of ze kunnen een formulier invullen waardoor ze wat ik ontvang. En ze kunnen vervolgens dan antwoord verwachten en kijken of ik het goedkeur dat ze van die regeling gebruik maken. En hoeveel studenten zijn er inmiddels die daar gebruik van maken? Er zijn ongeveer 130 studenten die gebruik maken van de regeling. Maar de regeling is wel wat uitgebreid. In de zin van, er is een groep studenten die ook echt een status hebben bij NOC-NSF. Die krijgen een uitgebreide regeling. Dat betekent een regeling voor en de studie en ook financieel. En er is ook een groep studenten, en dat is iets meer dan de helft. En die krijgen alleen een ondersteuning wat betreft de studie. En dat zijn studenten die dus geen topsportstatus hebben, maar bijvoorbeeld wel nationaal of regionaal op het hoogste niveau acteren. Ik train elke dag. Vaak van 3:30 beginnen we tot 1:00 of 6:30, 7:00. En dat is heel fijn, want je hebt nog een hele avond vrij. Maar qua school is dat lastig, aangezien lessen tot 5:00 soms kunnen duren. Dan is het heel handig via de topsportregeling dat ik zelf de leraar kan mailen en zelf vragen of ik ergens anders deze les zou kunnen volgen.